allemaal, leuk dat je kijkt. Ik heb voor vandaag een video gemaakt met stap voor stap schilderen met acryl. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Veel plezier! Hallo iedereen, vandaag wil ik graag met jullie een magnolia boom gaan schilderen. We gaan vandaag met acryl schilderen. Wat heb je hiervoor nodig? Papier. Vandaag gaan we gewoon op papier schilderen. Je kan het ook een canvasdoekje gaan doen. Maar is ook niet nodig. Gewoon papier is ook oké. Niet al te dun natuurlijk. Maar gewoon 120 gram is het voldoende. Wat nog meer? Verf. Welke kleuren hebben we nodig? Wit. Citroengeel. Gewoon geel kan ook. Of cadmiumgeel. Groen. Sapgroen. Kant-en-klaar roze. Ik gebruik nu vandaag kant-en-klaar roze, maar je kan hem ook zelf mengen. Dat is karmijn met wit. Dan krijg je ook mooi roze. Wat nog meer? Bruin, een chocoladebruin, een neutrale bruin. Je kan ook omber of gebrande omber, rauwe omber kun je gebruiken. En misschien een heel klein beetje oranje. Weet ik niet of ik die ga gebruiken, maar ik dacht van, was misschien bij al dat roze in de bomen, of in de boom, is misschien wel leuk om een beetje oranje als tegenstelling te gaan gebruiken. Oranje kun je ook zelf maken, hè? Je hoeft niet per se kant en klaar te nemen, maar je kan ook rood met geel, hè? Of beter gezegd, heel klein beetje rood bij geel. Oké, en dan hier heb ik dat op een palet. Maar je kan natuurlijk ook een papier, een bordje voor gebruiken. Zoiets. Weet je wel wat je in huis hebt. Wat nog meer? Pot met water heb je nodig. Het doekje natuurlijk. En kwasten. Nou, ik gebruik in principe niet zo vreselijk veel kwasten. Eén platte kwast. Een waaiertje. Heb je geen waaiertje, is ook oké. Kun je altijd met de platte gaan schilderen. En een lange, ronde, dunne kwast. Voor wat meer lijnen en wat meer details, als het ware. Oké, dat is dat. Wat hebben we nog meer nodig? Oh ja, natuurlijk een kopje koffie, hè? Mensen die mij kennen, die weten. Alicia lust een kopje koffie. Ja, een kopje koffie hoort erbij. Oh ja, en eventjes laten zien wat ik vandaag van plan ben. En dat is, hier heb ik wat dingetjes voorbereid. Het ziet er heel kleurrijk, ook echt voorjaars uit. Ik denk dat dit onderwerp echt voor alle leeftijden geschikt is, hoor. Van kinderen. Ik denk dat kinderen dit ook heel erg leuk vinden om te maken. Maar ook jeugd, maar zeker ook volwassenen. Het is helemaal niet zo moeilijk, maar ik leg ook alles stap voor stap uit. Oké. Dan gaan we beginnen. Nog iets, wou ik nog iets zeggen? Oh ja, stel voor, je hebt geen acryl, hè? Want met acryl is natuurlijk in deze tijd coronatijd. En je denkt van, nou, hoe kom ik aan acryl? Misschien gewoon met waterverf, als je hebt. Kan natuurlijk ook, hè? Alleen maar je moet dan, tweede laag, laat ik ook eventjes zien, moet wat dekkender, wat dikker, hè? Want aquarel heeft de neiging om heel dun en waterig uit te komen zien, hè? Dus je moet wat dikker gaan schilderen. Maar in principe kan het ook. Stel voor, je hebt geen acryl. Dan denk je, ja, fijn, leuk onderwerp, maar ik heb totaal geen acryl. En ik heb ook van iemand anders gehoord dat op dit moment echt een run op acrylverf is. En dat niets meer te koop is. Ik geloof daar niets van, maar goed, ik weet het niet. Dan kun je nog altijd aan je buurvrouw vragen, of misschien aan oma die schildert. Eventjes kijken wie wat nog in je omgeving heeft. Hè? Anders kan mama misschien, richt ik me eventjes tot de kinderen. Misschien kan mama even een mailtje naar de buurvrouw of naar een kennis sturen. Van, heb je misschien een beetje verf voor mijn kind? Hè? Dan moet je kijken hoe je aan de verf komt. Maar heb je? Hartstikke leuk. Oké, nu gaan we beginnen. Goed, waar gaan we mee beginnen? Beginnen met de achtergrond. Even nog een keertje laten zien. Zo, daar komt het
eventjes voorbij. Dan moet je eventjes opzij zetten. Ja. Met de achtergrond. Dan gaan we eerst de achtergrond mengen. Hoe gaan we het doen? Ik heb het bedacht om de achtergronden niet realistisch te gaan doen. Geen blauwe achtergronden, geen perfecte luchten, geen wolkjes. Nee hoor, gewoon lekker vergrijsde groen als achtergrond. Ja, en die ga je maken met... Even kijken, ik hoop dat het een beetje goed te zien is. Gebruik een beetje water en je platte kwast natuurlijk. Even kijken, mijn kwast is al een beetje uitgedroogd. Zo, maak je hem eerst een beetje nat, een beetje water erbij. Goed, wit. Pak je groen. Op deze manier. Ook een beetje geel. Dat de achtergrond ook een beetje zonnig is. Niet al te donker. Ja, nog meer groen. Nou ja, en zorg alsjeblieft dat je genoeg voor je achtergrond aanmaakt. Want ik weet het, dat mensen soms ook wel eens heel erg spaarzaam zijn, hè, met dingen aanmaken. En dan op een gegeven moment denk je, zijn ze ergens op de helft. En dan zien ze dat ze niet genoeg verf aangemaakt hebben. En dan moet het opnieuw, de hele mengsel. En de juiste kleur, dan wordt het heel erg moeilijk om de juiste kleur te maken. Bijna onmogelijk, zou ik zeggen. Goed, nou, we zijn zo bij je groen, een beetje geel erbij, een beetje zonniger. Nou, en die achtergrond, die gaan we niet al te zoet, niet al te licht en, hoe zal ik het zeggen, niet te, ja, fris, verkeerde woord, zoet, beter gezegd. We gaan een beetje, als het ware, vergrauwen, vergrijzen, ietsie dempen. En daar gebruiken we juist die bruine een beetje voor. Nou, meng een beetje bruin erbij. Kijk, en dan is die meteen een stukje rustiger. Niet zo, ik ben zo groen. Maar hij is wat doffer, zie je dat? Dan verandert de kleur al. Is wat rustiger, noem ik dat altijd. Gedempter heet dat. In de vakterm. Water erbij. Kijk, een slokje koffie. Prachtig weer buiten. Echt schitterend. En als ik die bloeiende bomen overal zie, nou, dan krijg ik echt zo zin om die te gaan schilderen. Prachtig, gewoon erg mooi. Even kijken. Even naar mijn kleur kijken. Je kan nog altijd ergens een voorproefje maken. Oh ja, totaal vergeten jongens. Echt helemaal vergeten over de afmetingen van mijn schilderij. Heb ik niet doorgegeven. Is dat belangrijk? Even kijken, wat is mijn afmeting? Ik geloof 15 bij 18 of 15 bij 20. Weet ik eventjes niet meer, maar zoiets, hè? Niet al te groot. Oké, even bij de les blijven. Zo, groen. Ietsje meer bruin erbij, nog meer bruin. Maar let op, niet al te veel bruin, want wordt hij natuurlijk ook een stuk bruiner en... Ja, hoe zal ik het zeggen? Niet echt meer fris, hè? Dus het moet een beetje midden toon blijven. Nou, en dan gaan we van boven naar beneden. Allemaal losse toetsen schilderen. Mensen die bij mij op les zitten, die weten dat. Dan zeg ik altijd van los, 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 losse toetsen. Even kijken, ben ik goed in beeld? Ja. Nou, en dan ga je losse toetsen zetten. Zo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Van alle kanten, niet altijd van dezelfde kant schilderen, maar gewoon even van alle kanten. Van rechts naar links en van links naar rechts, kriskras, 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 langs, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Er zit een beetje een soort, een ritme, beweging, hè? Daar kun je bijna bij gaan dansen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zo. 1, 2, 3. En als de achtergrond nog een klein beetje nat is, dan kun je nog heel klein beetje herhalen, een beetje blenden. In elkaar over laten lopen, maar heel subtiel. Heel subtiel. En het moet een beetje snel gebeuren. Toch redelijk snel gebeuren. Anders dan is het droog en dan blijven de toetsen zichtbaar. Hè? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Nou, het gaat heel vlot. En blenden. Heel zachtjes blenden.
En kort. Gaat heel vlot, heel snel. En een beetje blenden. Deze manier. En aaien, 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 aaien. Op het laatst dan, hè? Eerst gewoon de toetsen zetten en daarna gaan we aaien zo. Toets, toets, toets. Volgens mij hebben we met kinderen hebben we dit al elke keertje eerder getekend. Ik weet het eventjes niet meer. Misschien ook met jongeren, maar azaleaboom kan ik me niet herinneren. Volgens mij, ja, misschien vorig jaar hebben we een keertje geschilderd. Maar dat is toch wel erg lang geleden, moet ik zeggen. En toets, 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 toets. Nou, en dan kom je ergens... Ja, waar kom je? Kom je aan de onderkant. Nou, en de onderkant wil ik een beetje anders. En hij hoeft niet per se donkerder. Zullen we hem donkerder zetten of lichter? Ik zit een beetje te twijfelen. Wat gaan we doen? Ik denk toch wel donkerder. Ietsje donkerder. Nou, wil je de kleur wat donkerder maken? Ja, dan moet je een klein beetje meer groen aan toevoegen. Zie je dat? Zo op deze manier. Meer groen aan jouw mengsel. Zo op deze manier. Nou, het contrast moet niet al te groot zijn. Hè? Want anders wordt het erg hard. Hè? Zie je? Het contrast moet wel aanwezig zijn tussen het lichte en het donkere. Maar niet te groot. Nou, en op deze manier, misschien gaan we op een andere manier nu schilderen. Het hoeft niet per se nu meer met losse toetsen, maar een soort een horizontale beweging. Hè? Van rechts naar links. Zo, op deze manier. Dat je een soort ja, heuveltjes, grond creëert. Zie je dat? Op deze manier. Je kan je kwast altijd kantelen. Laat de kwast zijn werk doen, hè? Zeg ik altijd. Daar zijn ze ook voor, hè? Die platte kwasten. Want je kan altijd draaien, smal en breed. Hè? Op deze manier. Ja, kwastje uitspoelen. Op deze manier. Ja, even kijken. Hij is nu op dit moment nat. Nou, als je op papier schildert, gaat dat vrij snel droog hoor. Maar stel voor dat hij erg nat is, dan kun je nog altijd eventjes met de föhn föhnen. En dan, maar onderkant vind ik nog een beetje saai. Dan voeg ik een beetje wit aan mijn groen. Toch wat lichter, want dat dacht ik al aan. Klein beetje meer wit bij groen, dat hij hier toch wat lichter is. Zo'n beetje ergens in het hoekje, dat hij net iets anders is dan de andere kant. Zie je dat? Kun je ook geel aan je groen toevoegen, dan wordt hij wat, wat zonniger. Kan ook, hè? Hier, kijk. Dan ziet hij anders uit. Je kan ook puur een beetje... Kijk, als de verf hier rechts bijvoorbeeld nog nat is, dan kun je gewoon heel klein beetje puur geel, hè, toevoegen. Met je platte kwast zo op deze manier horizontale streken. Gewoon doortrekken, zie je dat? Dat het net iets anders is. Ik vind eigenlijk mijn achtergrond een beetje te donker. Maar oké. Okay. Wat nu? Ja, boom natuurlijk, hè. Want de boom, kijk hier nog een keer mijn voorbeeld. De boom komt mooi in de midden. Nou, hoe gaan we dat doen? Nou gaan we terug naar jouw bruin. Dat bruin gaan we heel klein beetje verdunnen, zo op deze manier. Anders kun je niet tekenen, want we zetten eerst een soort schets met de lijnen. Op een plek waar de boom moet komen te staan. Ja, ja. We kijken, meer water. Dat het een beetje vloeibaar is. Anders kun je echt geen lijnen zetten. Nou, en dan zetten we de boom. Nou, waar zetten we de boom? Even kijken. Ja, zo precies zo mooi in de midden. Links. En andere kant. Dus eerst een beetje afmeting van hoe groot, hoe dik jouw boom wordt.
Zo op deze manier. Oh ja, ik ben overgestapt naar een andere kwast zoals je het ziet. Hè. Ik heb nu een ronde, smalle. Hè. Je houdt hem een beetje losjes vast. Ik weet dat heel veel mensen zo'n kwast echt heel krampachtig vasthouden. Dat moet je niet doen, want dan krijg je een beetje echt te strakke, ja, te krampachtige lijnen. Hè. Want als je zo'n boom heeft natuurlijk hele mooie van die vloeiende lijnen. En dat, ja, je moet hem het kwastje een beetje losjes vasthouden. En je denkt van, nou, meh, ik heb geen kracht. Zometeen valt hij gewoon op mijn schilderij. Dan hou je hem in principe goed. Verder met de boom schilder je in principe altijd van onder naar boven. Dus van de stam zo ga je langzaam naar de kleinste takken en gebruik je heel papier alsjeblieft, zo, deze manier. En dan gaan we kleine dunne takjes schilderen. Genoeg takjes. Dat je genoeg van die lijntjes hebt, zo. Boom natuurlijk een beetje vullen in de midden. Dan de wortels. Ik weet niet of magnolia zoveel dikke wortels heeft. Ik denk het niet. De boom is meestal ja, wat smaller. Maar goed. Ja. Vullen. En je ziet dat mijn stam niet te strak is, hè? Dus niet zo'n echt zo'n strakke stam, maar een beetje vloeiende lijnen heeft hij. Maar het is een hele fijne oefening hoor. Echt, je maakt hem echt met heel veel plezier. Ik vind het altijd ontzettend leuk in deze tijd bomen te gaan schilderen. En bloeiende bomen, dat brengt zoveel plezier. En je moet ook een beetje oefenen. Hè? Dus de eerste keer kan zijn dat je denkt van, nou, dat gaat nog niet zo vlot en ik kan er nog niet zo goed. Maar het ligt ook een beetje aan hoe je met kwast omgaat. Hè? Dus niet te krampachtig, losjes. Altijd losjes je kwast vasthouden. Hè? Want hij valt echt niet op je schilderij hoor. Hij valt echt niet uit je hand. Tenzij je in slaap valt hoor, dan wel, maar normaal gesproken niet. Zo. Zie? Hij is best wel grappig, moet ik zeggen. Zo. Die wortels vind ik best wel leuk. Ik zet nog meer fijne lijntjes. Die fijne lijntjes, ja, dan moet je altijd naar de consistentie van je verf kijken. Niet te dik, alstublieft. En dan kun je dunne, mooie lijntjes trekken. Zo. En zo. Niet te weinig lijntjes. Die lijntjes brengen een beetje een soort zoom. Ja, wat brengen ze nog meer? Zo'n beetje beweging. Dynamiek in je schilderijen. Je krijgt dan ook natuurlijk een soort verdeling in je schilderijen. En ja, dat maakt het natuurlijk een stuk spannender, hè? En ik hou een beetje altijd van imperfectie. En ik laat hier een takje zo, oeps, oké, naar beneden zakken. Zo. Ja, één ding ben ik vergeten. Ik ben vergeten om zwart bij te pakken. Momentje. Waar is mijn zwart? Op daar. Ja, we hebben nog een beetje zwart nodig, jongens. Niet allemaal bruin, maar ook zwart. Even kijken, waar zit de zwart hier? Oh. Ja hoor, zwart bij. Heel klein beetje zwart. Klein beetje zwart. Ja, nou, sommige schilders zeggen, nou, zwart dan mogen we niet gebruiken. Nou, nee, dat is echt fout. Nou, ik gebruik hem niet altijd. Want anders, ja, dan wordt het te donker of te dof. En met zwart. Maar ja, toch wel af en toe gebruik ik gewoon zwart uit de tube. In menging natuurlijk met een andere kleur, hè. Goed, en dan hier zo een beetje, je gaat je boom een beetje als het ware in de schaduw wat knoesten maken.
Dus een beetje zwart bij bruin. Dan krijg je hele donkere bruine. Bijna zwart. Nou, en dan ga je nog een keer over bepaalde lijnen. Je gaat ze wat meer benadrukken. Zie je? Daar waar het nodig is. Dus een beetje gevoelsmatig. Waar je ze neerzet. En dat geeft ook een beetje kracht aan je schilderij. Hè? Schaduw geeft kracht aan je schilderij. Zo. Zie je dat? Dan komt die veel beter uit. Ja, kijk hier zo nog een beetje. Nou, ik vind het best wel grappig hoor. En waarom laat ik hier al die takken zo gewoon zo naar buiten lopen? Ja, dat is open compositie, geeft wat meer... Ja, je krijgt wat ruimtelijker. Je schilderij is wat ruimtelijker hier, hè? Nou, we gaan gewoon lekker door. Zie je, wordt die wat donkerder. Wat knoesten. Nou, dat is bijna eikelboom geworden hoor. Maar. Zo. Moet je kijken. Krijgt hij veel meer kracht. Zo op deze manier. Hè? Water erbij pakken. Denk aan de consistentie van jouw verf. Hè? Als je met hele dikke klodders gaat. Of hele zo echt tube. Tube. Verf uit de tube, dan kun je geen vloeiende lijnen zetten. Wacht eens even, ik heb een ideetje. Ik denk, ja, ik mis een beetje hier in mijn schilderij een beetje licht, soort warmte. Ik ga snel echt een zon hierbij zetten. Gewoon ter plekke bedenk ik van... Nee, ik pak deze met een smalle ronde kwast. Ga ik hier ergens een zon zetten. Ik vind hem zo donker, jongens. Even kijken. Oeh, dat wordt ook niet. Dan pak ik geel. Want geel is van origine half transparant. Hè? En dus dan kun je, als je over je groen heen gaat, dan denk je, ja fijn hoor, Alicia. Ik heb hier zon, maar die is niet te zien. Nou, voeg je wat meer wit. En wit is natuurlijk... is dekkend. Titaniumwit is dekkend. Want ik heb titaniumwit hier op mijn palet. Ja, en dan is die dekkend. Kijk. Zie je? Nu wordt het een beetje lastig om tussen de takken te gaan schilderen. Maar oké. Nee, ik ga gewoon even alles. Zo'n mooie grote zon. Wow. Kijk, dat brengt een beetje licht in mijn... In mijn schilderij. Ik vond het een beetje te doffig. Toch echt te donker. Grote zon. Zo. Een soort zonsopgang. Zonsopgang is altijd wat subtieler van kleur. Hè? De zon is dan nog niet zo scherp. Is wat zachter. Zie je dat? Is wel erg leuk hoor. Goed idee, Alicia. Ja. Ja, en dan moet ik eventjes hier mijn takken nog even bij vullen. En zo. Oh, is schattig. Hartstikke leuk. Nou, en dan zijn we op het punt gekomen dat we natuurlijk alle leukste gaan doen. Dat zijn die mooie bloemen natuurlijk, hè, van azalea. Moet je kijken. Ja, en die gaan we dan roze zetten. Dat is dan mijn kant-en-klaar roze. En dat doen we wit met een beetje roze. Zo op deze manier. Wauw. Echt roze, jongens. Echt roze. Zie je dat? Barbie roze. Vind ik altijd erg leuk. En kinderen bij mij op de tekenles gebruiken ook heel vaak mooie, felle roze kleuren hoor. Allerlei kleuren, maar roze zeker.
Zo. Ik pak toch een andere kwast. Van die smalle ronde kwast. Even kijken, die andere moet ik even terugleggen. Ja. Nou, en dan gaan we lekker bloemen maken. Zit in beeld. Sorry voor de... Ja, ik ben nog niet zo handig met dat filmen. Dus als dat niet altijd zo lekker soepeltjes gaat, sorry jongens, maar ik ben echt een amateurtje. Maar op zich gaat het wel. Ik moest eventjes in het begin even wennen. Maar nu, ja, het wordt wat, gaat wat beter, zou ik zeggen. Wat beter. Goed. Bloemen. Even bij de les blijven, Alicia. Zo. En dan ook een soort losse toetsen. We gaan niet echt bloemen één voor één duidelijk zetten. Nee, gewoon losse toetsen zetten. Zo op deze manier. Een beetje wit nog bij. Dat was de roze. En dan toets. Ja, we gaan... Dit is roze in een... Hoe zal ik het uitleggen? Maar we gaan roze nog een beetje anders maken. We gaan hem wat donkerder of wat lichter maken. Want dit is natuurlijk een middentoon. Zo op deze manier. Wacht even, een kopje koffie. Ik zit wel erg in beeld, hè? Goed. Hier, zo. Nou, azaliaboom heeft nogal best wel grote bloemen, hoor. Die ben ik, voordat ik dit begonnen ben, ben ik de bloemen gaan bekijken. En misschien zet ik nog een fotootje bij van de bloemen zelf. Kijk, en dit geval mag je best wel, want nu gebruik ik al veel meer verf. Nu ga ik niet meer zo verdunnen bij de bloemen. Hè? Dus je mag best wat meer, zie je, met kloddertjes werken. Beetje meer kloddertjes. Dus meer verf, meer dikke verf. En toetsen en stippen zetten. Niet allemaal even groot of even breed of even dik. Een beetje variatie is altijd leuk. Hier mis ik wit. Ja. Pom, 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 pom. Zo. Op deze manier. Kijk, en nu heb ik veel meer wit. Of bijna, ik werk nu op dit moment bijna met alleen maar wit. Dan met roze. Hè? Want het moet natuurlijk veel, omdat mijn achtergrond best... donker is, heeft hij natuurlijk veel meer licht nodig. Hè? Dus ik moet veel meer wit bij roze bij doen. Wil ik dat die bloemen wat lichter uitkomen. Hè? Nou, en maar doorstippen. Pam, 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 pam. Je kijkt hoe leuk die is. En nu even alleen maar met wit. En af en toe een gekke toets. Niet alleen maar even klein, maar ook... Kijk, hier zet ik wel wat kleintjes. Van die dwarrelende. Bloemen. Want zo'n magnolia-boom bloeit natuurlijk heel goed, hè. Ik heb een appje, jongens. Maar we gaan gewoon lekker door. Het is altijd leuk om een boom of een schilderij een beetje uit evenwicht te brengen. Dus ik probeer op dit moment zeg maar meer bloemen aan de rechterkant zetten dan aan de linkerkant. Hè. Aan de linkerkant heb ik al de zon. Dus laat ik een beetje wat leger hier links. En rechts zet ik wat meer bloemen. Oké, nou, we zijn bijna klaar. En iets meer dikkere klodders, jongens. Dikkere klodders. Zo, op deze manier. Ja. Wauw, is hartstikke leuk. Goed. Terug naar de waaier, zie je. Een waaiertje heb ik. Heb je niet
Dat heb ik al gezegd natuurlijk. Kun je met de platte kwast gaan werken. En dan kun je horizontale stippen zetten. Een beetje op de grond. Maar ik ga mijn waaiertje gebruiken. En dan lichtroze. Lichtroze ga ik heel klein beetje op de grond. Nog iets van. Zo van die uitgebloeide. Uitgebloeide bloemen. Erop zetten. Het was aan de andere kant nog niet helemaal droog, zie je. Dus dan krijg je nog een beetje geel, maar dat is niet erg. Komt een beetje geel in de ondergrond, een beetje op deze manier. Hè. Niet te veel, want dat is altijd hè, van hoeveel. Nou, een beetje. Volgens mij heb ik ook al eigenlijk te veel. Want het gaat toch net. Dan moet ik een beetje mijn bom herstellen. Met bruin. Want ik ben mijn stukje bom hier kwijt geraakt. En dat vind ik toch best wel leuk hoor. Om hem hier wat meer knoester, wat robuuster uitkomt te laten zien. Kijk, oh, is mooi. Zonnetje nog een beetje bijwerken. Ergens met licht. Zo. En dan kun je nu al wat meer klodders gaan gebruiken. Zo, op deze manier. Oh ja. Kijk, acryl heeft de neiging om, als die opdroogt, om doffer uit te zien en wat bleker en wat minder sterk uit te laten komen. Dus je kan altijd ergens nog een tweede laag op je schilderij zetten. Even kijken. Nou, ik vind hem leuk. Ik vind hem hartstikke leuk. Mist hij nog iets? Je kan ook een vogeltje zetten. Ja, ga ik doen. Maar met vogeltjes is het zo. Probeer geen dikke vogels. Je kan nog altijd een vogeltje optekenen. Gewoon met een potlood, weet je wel. Hier ergens. Zo. Dat is een verkeerde kleur, jongens. Groen. Groene vogels. Moest even grafiet hebben, hè. Zo. Kijk hier. Met gewoon grijze potlood kun je hier... Twee. Eentje in de verte. Die is wat kleiner. Eentje wat groter. Misschien een reiger. Zo met de langere poten. Ja, dat is wel leuk hoor. Of een ooievaar. Ja, ooievaar. Wacht eens even. Dan gaan we even... Als dit een ooievaar is, dan moeten we even... Witte vleugels. Klein beetje bij. Zo. Nou, ik denk dat hij klaar is. Ik vind hem leuk. Even een handtekening zetten. Ik zet hier mijn handtekening. En dan is hij helemaal klaar. Heel veel plezier bij het maken. Tot de volgende keer. Doei doei!